D66 Heumen voerde zondagmiddag in Malden een ludieke actie uit in het kader van haar verkiezingscampagne. Kandidaatraadsleden van deze nieuwe deelnemer aan de lokale verkiezingen nagelden symbolisch een poster met 11 standpunten aan de deur van het gemeentehuis. Een tijd geleden zijn we de straat op geweest en we hebben met mensen gesproken. En toen hebben we gedacht van we moeten onszelf kenbaar maken. We zijn een nieuwe partij. We willen ons laten zien. We willen transparantie in deze gemeente. De grote projecten die zijn hier soms wat onderzichtig. En wij willen de transparantie hier brengen. Dat is ook de reden waarom we het hier aan de muur van het gemeentehuis spijkeren. We willen het laten zien. En we willen erop afrekenbaar zijn. Als D66 willen we laten zien waar we voor staan. In het openbaar. En toen dachten we aan de waarschijnlijk legende van dat een paar honderd jaar geleden Maarten Luther als vernieuwer die vernieuwing in de katholieke kerk wilde, dat hij zijn 95 stellingen op een kerkdeur spijkerde. En dacht, wij willen natuurlijk ook vernieuwing als D66 in het gemeentebestuur. Dus wij gaan onze 11 speerpunten op het gemeentehuis spijkeren in het openbaar voor iedereen te zien, zodat iedereen kan zien wat wij als D66 willen. Het belangrijkste speerpunt van ons is goed onderwijs, goede energie en goed wonen. Goed onderwijs, we vinden onderwijs ontzettend belangrijk. Goede energie, duurzame energie. We vinden dat de gemeente meer moet doen aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. En goed wonen, iedereen moet hier kunnen wonen in een fatsoenlijk huis. En daar gaan we ons hard voor maken.